ook zo gek op fournituren, breien, haken of borduren? Surf dan snel naar crcouture.nl. Zo, ik ga heel even op zoek naar de jarige Jet, want er is er een jarig vandaag. En die is volgens mij druk met de boekjes bezig. Ja, want er is een nieuw boekje van Bobby Eden uit, het allereerste boek. Er staan wat patronen in. Iedereen kan haken, heet die. Ik zal even doorbladen. Kijk, hier een overzichtje met wat erin staat. Dus het wordt heel leuk ontvangen. Dus dat ben jij lekker op je verjaardag aan het werk? Ja, tuurlijk. Ik moet ook gewoon doorgaan. Ja, nou nog een fijne dag. Dank je. We hebben hele leuke nieuwe Rico kleedjes binnen. Niet alleen van kerst, maar ook al van voorjaarsbloemen. Zoals deze, heel leuk. Is dan wel weer met kerst en najaar. Het leuke hiervan aan is dat er dus een 90 bij 90 kleed zit en een 45 bij 100. Dus kan je bijvoorbeeld een set maken. Deze is ook heel leuk voor het najaar. En ik had er nog ook deze, vind ik ook heel mooi. Dus met bloemetjes. En deze zit er ook in. En die vindt u natuurlijk ook allemaal terug op de site. Zo, ben je de oude meesters aan het filmen? Lang jarnsboek Scheepjes. Daar staat nu ook allemaal van. Van Vermeer in en Rembrandt van Rijn. En ik vind dat eigenlijk wel leuk, want je ziet dit nu ook in de, hoe noemen we dat? In de beduurpakketten heel veel. En ook het meisje van Vermeer als stijlpatroon heb ik hem niet meer. Maar ik heb hem nog wel als voorbedrekt stramien. Dat is deze. En echt, die wordt heel veel gemaakt. Ik denk dat ze het neerhangen dat nu echt heel modisch is. Wat heb jij voor moois aan? Nou, dit is mijn vest geworden. Ik zal even een rondje draaien. Het is een beetje Bernadette vest-achtig. En ik vond het heel leuk om er wat applicaties op te zetten. Want dat zie je natuurlijk ook in de winkels. Het vest draagt echt heel lekker licht, maar wel warm. Ik heb hem gebreid van 5 draden Lana Grossa Silker. Helemaal van mohair en zijde is die. En ik vind het wel fijn dat hij wel lekker warm is, maar niet zo zwaar. Dus ik vind hem wel heel leuk geworden. En ook met dat glittertje erin. Ja, zeker. Ja. Echt mooi geworden. Mag ik trots op zijn. Naast The Real is er ook een hele leuke serie van Lana Grossa. Shades of Merino. Dit is geen 100% katoenen draad zoals The Real, maar 50 om 50. Er zit 50% wol in en dan 50% katoen. En net wat andere kleurverlopen. Ze zit in een heel leuk zakje. Met een knoopje erbij. Hier ziet u hem. Is ook vernaalde 4,5, 5. En het leuke is dat u bij aankoop van deze bollen een boekje erbij cadeau krijgt. Zo, open, proberen te vouwen. Kijk, dit is de gebreide versie. En dit is de gehaakte versie ervan. Vind ik echt heel leuk. En is gewoon weer net wat anders dan de wulpatronen. Fijn weekend allemaal! Fijn weekend! Fijn weekend! Doeg! crcouture.nl. Voor uw gemak alle handwerkspullen onder één dak.